zijn we aangekomen, Leon. Ik neem je fiets ook maar even mee naar binnen. Dan kunnen we even kijken of die een beetje op de jammer lijkt. Ik heb ook een helm, maar deze helm, ja, die past pap natuurlijk niet. Dus ik zei, pap, als we in het bos gaan, heb je wel een helm nodig. In de bossen? Nee, ik heb erbij van de grote hoofd. De fietsenmaker, Marcel. Daar zijn we weer. Hij is een beetje Ferrari rood, zie je dat? Nou, dan gaan we even betalen. Ik zeg, Marcel, dankjewel. Vind je het mooi, jongen? Ik vind het wel mooi. De fietsenmaker gaf ons net app dat we ook allemaal fietsenroutes en motorbikeroutes kunnen bepalen. Huh? En handsfree toestel gaan we op een stuur zetten, zodat daar de iPhone op kan. En vertel eens even, Marcel, hoe bevalt jouw motorbike? Ja, mijn motorbike bevalt goed. Hij fietst elke dag mega wel op. Het stond er ook. Super. Ik krijg wel dorst tijdens het vele motorbiken, toch? Heel ijskoud aan. Nu was een motorbike. En papa is een motorbike. Yeah. Daar gaan we, jongen. Woehoe, there you go. Cool, hè? Ja. Zo, zo, zo. Oké, ready? Ready. Rondje op ons dorp. Kijk, bellen die luiden. Hey. Was het hard die bel binnen of viel het mee? Nee, viel mee. Nou, volgens mij gaat de kerk niet beginnen. Maar wij gaan nog even een rondje. Dankjewel voor mij wel, hè? Leuk dat je paardje kan bijhouden. Ja. Hoe vind je het? Ik vind het super goed en tof gaan. Zweet op zijn voorhoofd, zegt hij. Die dom water is bijna leeg. Oh, dat is een goed teken. Dat is een goed teken, jongen. Nou houdt hij bijna zijn vader niet meer bij. Nou, kom, vol gas. Kom op, volgas. Kom op. Hoe hard kan je? Kijk hem aan. Ja, altijd hetzelfde als een paps, maar dat is oké. Heerlijk. Ja. Jij had nog wat, hè? Ik had nog wat. Nou, gaan we hier naar het bankje even chillen. Nou, de mooie motorbikes zijn hier. Nou, ik vond het eerste mooi rondje. Flessen water zijn op.